VHCS Echo, Vak Golf, Jolima. Goedemorgen, dag Storm. Ze zeggen goedemorgen tegen mij. Nou weet ik wel, dat is het mooiste onderdeel van de dag. Maar volgens mij zijn we toch al wat later, John. PSSE van Papa Golf 5, Foxtrot, Romeo Lima. Nou, maar niet in Californië. Nee, ik was even bezig met een koptelefoon in die computer te prikken. Maar ik kom er dus overheen. Dat is al lang mooi. Ah ja, het is nog geen tijd van de ronde, dus die ga ik nog niet officieel openen. Mijn computer even aan het rechtstrijken. Ik heb geen YouTube-stream. En dat scheelt een hoop werk. Ja. Maar goed, hopelijk zijn er meer dan twee deze keer. Maar eentje is er in ieder geval. Of je nou alleen maar inmeldt of ook meedoet, dat zullen we zien. Maar in ieder geval ben je er. Ik heb maar wat meer reclame gemaakt dan de vorige keer. En ik ben schor, maar ik heb wel een goed humeur. PSS Echo. Oh, dat schorren, dat gaat vanzelf wel een keer over, John. Daar moet je niet al te moeilijk over doen, hè. Nee, ja, kom, ik had twee mailtjes van jou in mijn mailbox, dus ik denk ik zal even de boel aansluiten. Ik was eigenlijk het bureau opnieuw aan het inrichten, dus alles lag links en rechts. Dus ik heb even met spoed opnieuw aangesloten, maar vaak gaat er dan wat mis, maar het gaat nou in één keer goed, wonderbaarlijk allemaal, wonderbaarlijk. Papa Golf 5, Fox Romeo Lima. Ja, er was een update van Firefox vorige week en toen ging er op mijn computer van alles mis. En zo te zien hebben ze daar een update op gedaan weer, want mijn letters die zijn heel raar groot ineens. Nou, wel weer fraai. Ja, nee, leuk dat je er bent en dat je daaraan denkt. En inderdaad, je kunt er bijna niet ontsnappen met twee mailtjes, maar ik denk ik doe dat wel. Toch even wat stof opblazen. En ja, ik snap het als mensen niet kunnen. Of ik heb twee afmeldingen vandaag. En daar heb ik alle begrip voor. Maar ja, er moet wel één of twee tegenstations zijn. Hè? Ik kan verdomd moeilijk met één hand typen. Dat is moest het zijn. Dat kan ik maar meteen. Dan heb je beide handen vrij. Dat is makkelijk. PSS Echo. Ja, hou even op over morsen. Ik ben op het moment druk bezig om mijn morsen weer een beetje op te poetsen. Ja, die streetkie staat hier aan de kant. Die weet er niet zo best weer op de een of andere manier. Wat kabelbreukjes en de lagertjes die zijn ook niet meer wat ze nooit geweest. Nou ja, ik ken dat wel. Een ding is ook al, wat zal het zijn, 60, 70 jaar oud of zo. Ik ben eigenaar nummer zoveel was ik van dat ding. Maar ik weiger hem weg te doen. Ik heb er nog iets samen mee gedaan. Hè. Dus ik heb nou een. Ik heb nou een paddle op mijn bureau staan. Ik moet zeggen, dat is even heel hard wennen. En nee, die kan je niet met je tenen bedienen, John. Ja, ik sluit niks uit hoor. Want ik kan heel veel met mijn tenen. Dat. ik heb dat nooit geprobeerd. Maar ik denk dat de ruimte tussen mijn tenen. Ik heb wel tussen de grote tenen en de andere tenen heb ik wat ruimte. Dat hebben de meeste mensen niet. Maar sommige mensen hebben dat wel. En ik ben sommige mensen. Maar die ruimte is denk ik niet groot genoeg om dat te doen. Maar bijvoorbeeld dingen oppakken met mijn voeten. Dat doe ik echt al sinds mijn kinderjaren. En ik loop thuis meestal ook op blote voeten. Hè. Dat is makkelijker. Als ik wat laat vallen, dan hoef ik niet te bukken. Ja, dus ik pak me meteen op en een prop papier bijvoorbeeld of zo. En dan geef ik je over in mijn hand en dan meter ik hem daarmee in de prullenbak. En ik kan inderdaad morsen zijn. En het aardige is, ik kan met mijn linkervoet even goed zijn als met mijn rechtervoet. Dat
terwijl bij mijn handen wel verschillend is. Maar ik heb dat lang niet meer gedaan hoor. Ik heb het wel eens geprobeerd en toen ging het al een beetje. Maar ik heb dat een tijdje best wel fanatiek gedaan. En ja, dat was gewoon hartstikke handig. Want je had één hand vrij voor de knoppen van de zendontvanger. Één hand vrij voor je logboek te schrijven en dat soort dingen. En met de voeten zijn, ja, prima de luxe. Alleen toen liep ik nog niet altijd op blote voeten. Dus dan moest ik wel mijn schoenen uitdoen en zo. Voordat dat kon. Jawel. Ja, ik heb alles klaarstaan voor de ronde. Dus wat dat betreft ben ik voorbereid. Nee, ik heb de chat nog niet bijstaan. Nou, dat gaan we zo ook nog doen. Dit is PSS Echo. Ja, je kent de uitdrukking tof toch op de band, TOS? Nee, maar ik heb het idee dat je me dat gaat vertellen zo dadelijk. Als iemand een heel beroerd handschrift heeft, tof. Try other food. De afkorting kende ik niet, maar de uitdrukking wel. Ja, dat gaat bij mij dus niet zo, want ik ben best wel behoorlijk keurig met mijn voet. Tenminste, dat was in die tijd zo. Ik weet niet hoe dat nu is hoor. Ik kwam er van de week achter dat mijn opnemen van klare taal ook wel wat de mensen overlaat af en toe. Maar QSO's opnemen, dat is helemaal standaard taal, hè? Dat gaat dan nog wel. Maar ja, ik heb ook de hele dag CW opstaan, dus dat is niet zo moeilijk. Ja, ik zijn altijd met een hakblok, nooit met een automaat, maar ik heb een heel klein zendontvangertje. En daar zit zo'n pico-peddeltje bij, dat is zo'n heel klein automatisch zijnsleuteltje. En in het zendontvangertje zit ook nog een kier, dus ik kan hem daarmee ook gebruiken. En daarom heb ik het weer wat geoefend af en toe. Zodat ik dat ding ook QSO's kan maken. Maar ik ben er geen fan van. Maar als ik met dat ding een handsleuteltje mee moet nemen, ja, die is al snel veel groter dan die pico-peddel, hè. Heel veel groter. En dat ding zijn wel fijn, dus doen we het alleen met dat apparaat met een automaat. Maar ik vind het leuker om met een handsleutel te zijn. Ik kan ook niet precies verklaren waarom, want het een echt nostalgie is het ook niet. Maar ik vind eigenlijk wel dat het zo hoort, met een handsleutel, niet met een automaat. Nou, ik voel me wel verneukt als mijn tegenstation met een toetsenbord blijkt te zijn. En met het programma de boel opneemt. Dan denk ik, ja, ik zit er hard te werken en... Nou, Mieke, vorige keer de toer af. Ja, en dan ga ik daarna de ronde openen. PG5FRL, PSS Echo. Ja, oké. Okay. Nou, ik was een van de laatste die het Morse-examen hier in Nederland nog deed. En dan werd me de vraag gesteld, waarom doe je dat in vredesnaam, joh? Binnenkort heb je dat niet meer nodig, dan mag je zo wel op de band. Het enige antwoord wat ik heb gegeven, ik wil ervoor gewerkt hebben. Ik wil gewoon een full license hebben op de manier zoals die ooit bedoeld was. Dat vandaar dat ik ooit mijn CW nog heb gehaald met bloed, zweet en tranen. Oké, volgens mij is het tijd geworden voor jou, John, dat je de ronde kan openen. Dat was papa Golf 5, op tot Romeo Lima gaat op luisteren. Ja, één vraagje. Was dat echt het allerlaatste MOS-examen? Hoe lang is dat geleden? Ik woonde nog in Veenoord. Dus dat moet ergens 99, 2000, 2001, 2002 ben ik er weggegaan. Dus ik kwam toevallig laatst al dat ik net 30 jaar mijn licentie heb. Maar had ik ook mijn bestuurder staan, joh. Ik durf het je niet met zekerheid te vertellen in ieder geval. Ja, nee, ik stel daar de ronde om uit. En ik vraag dat even, omdat ik namelijk bij het laatste examen was als journalist. Dus, ik heb daar foto's gemaakt en ik heb erover geschreven. En ik heb nog een paar mensen geïnterviewd ook. Dus, maar goed, dat is je vast wel opgevallen als je daar geweest bent. Dat laatste examen, dat was erg makkelijk. De snelheid was erg laag. En het was op dat moment de laatste gelegenheid om de aantekening CW te krijgen, wat een beetje vervelend was. Want er waren verschillende landen waar Morse toch nog steeds verplicht was.
Bijvoorbeeld in Afrika, er waren daar een paar mensen die gingen met een organisatie als Artsen zonder Grenzen kort daarop naar Afrika toe. En die wilden wel graag op de Korte Golf kunnen uitkomen daar vandaan. En als ze dat niet gehaald hadden, dat examen, dan had dat niet gekund. Ja, tegenwoordig kun je weer in België de examen doen, maar er is een aantal jaren tussen geweest dat je dat dus niet kon doen. En toen kon je ook de aantekening CW niet meer krijgen. En zo dichtbij als Zweden kon je in die tijd zonder die aantekening nog niet op HF werken, hè, als je er op vakantie ging. Dus volgens mij is dat nog steeds zo. Goed, ik ga de DISA-ronde beginnen. Voor degenen die het mailtje gehad hebben, die weten dat. Maar vorige week waren er maar twee inmelders die ik met moeite aan de praat heb weten te houden ook. Want die zeiden alle twee dat ze niet veel te vertellen hadden. Maar... Dat kwam ook omdat ik het niet van tevoren had aangekondigd en de week daarvoor was ik er zelf niet, hè. Omdat ik het te druk had. En ik dacht van, nou ja, ik kan het vorige week niet, ik kan het niet opnieuw laten afweten. Ik had het toen heel druk. Ik heb het vandaag zowaar wat rustiger. Dus ja, dat is mooi. Het moet niet te stil worden, maar ja, prima de luxe. Maar ik heb dus niks voorbereid. Maar ik heb wel mijn goede humeur bij me. En dat scheelt natuurlijk ook alweer. Nou, ik ga eens even luisteren of er inmelders zijn voor de DISA-ronde. Dit is Papa Alphen, dit is Echo. Hartwig. We hebben er vandaag in ieder geval twee. Jaap, goeie avond. Zijn er nog meer inmelders? Alpha 1, November Whisky. Ja, Rob ook. Waar Jaap is, daar is Rob ook vaak. ik heb Rob wel horen QSO zonder dat Jaap erbij was van de week. Dus wat dat betreft gaat het niet altijd op, hè? Je staat erbij, er zijn nog meer inmelders. Dit is PA6 Echo. 4FMJ. Ja, Frans gehoord, je modulatie klinkt een beetje anders. Maar we zijn in ieder geval hebben we al twee keer zoveel mensen als vorige week. Zijn er nog meer inmelders? PSS Echo. Spreek ik ANS? Ja, Ale ook gehoord. ANS. Hartstikke mooi. Zijn er nog meer? Ik ben hoe dan ook tevreden dat er meer zijn dan vorige week. Ja, en ik moet wel zeggen dat ik het erg aardig vind van jou, Storm. Want ik weet dat je volgens mij helemaal niet graag het woord wil. Dat je er toch bent, hè. Dat zegt wel wat. Goed, ik geef je een beetje van een Jaap. Als het over morsen gaat, dan weet je daar ook wat van te vertellen. PH2X, de DISA-ronde. PA6 Echo. En ik ben een beetje schor. Het is misschien te horen, misschien nog niet via DISA. Maar dat valt wel mee op. Ik hoor het niet in ieder geval. Goedenavond allemaal. Goedenavond, John. Ja, mors, hè? Ik ben op vakantie geweest. Ik heb er eerlijk gezegd niks aan gedaan, maar ik ben vandaag weer begonnen. En het was eventjes wennen. Maar ik pik het wel weer op, dus vanuit huis gaat het wat makkelijker. Dus ik ben toch weer begonnen. LCWO, les 33 van 40. Ik ben op vakantie geweest dus in Eijhorst. Dat was leuk. Ik had de nieuwe IC705 mee. Ik heb QRP gewerkt. Ik heb 115 stations gewerkt, QSO's gedaan. En ik heb meegedaan met de Meppel ronde 3 keer. Erg leuk. Ik doe dat vaker als ik die kant op ga. Ze kennen me een beetje. Het is een van de oudste, zo niet de oudste ronde, de Meppel ronde. Ik had drie antennes bij me. Twee voor de HF. De antenne waar ik uiteindelijk mee heb gewerkt, dat was de G5RV Junior. Dat is een enorm succes geworden. Het allerlaatste station was gelijk ook het meest ver gelegen station dat ik werkte. Dat was Brazilië. 8250 kilometer met 10 watt. Echt fantastisch. Op de 17 meter band, meen ik. Moet ik even terugkijken. Dat is ook zo leuk. Ik heb nu op banden gewerkt waar ik nooit eerder op heb gewerkt. De 15, de 17 en die 12 lukte niet. Wel wat gehoord. Maar, nou ja, heel weinig gehoord eigenlijk op de 12.
Maar wat fantastisch om op de 15 en op de 17 te werken. En grote afstanden zijn er mee te halen. Ook dus met gewoon met team af. Nou ja, verder. Ja, D-Star is aan me voorbij gegaan. Ik heb er niet eens aan gedacht. De ene keer toen bleek dat die ronde niet doorging. En de tweede keer zag ik weinig activiteit. En ik dacht, nou, gaat nu ook weer niet door. En toen hoorde ik dus achteraf dat hij wel is doorgegaan. Ik zal het beter opletten de volgende keer. Maar vandaar dat ik er dus vandaag wel ben. Microfoon even retour naar John voor de ronde. Papa Echo. Papa Alpha 6 Echo. Ja, je hebt twee calls, John. Dan wordt het moeilijk. Papa Alpha 6 Echo van Papa Hotel 2 XG. Ah, maar ik gebruik maar één call. Ja, op internet wel die andere ook, hè. Ja. Sander vraagt, is Frans er ook? Maar Frans die zit toch ook op het chatkanaal? Dus, en ik kan, even kijken, Sander en Kees kan ik erbij schrijven. PE4SVG en PE1RNL. Ja, ik ben heel kritisch op mijn stem. Morgen moet ik weer een itempje op de radio inspreken. En dan hoop ik dat het allemaal weer... ik heb wel stemoefeningen die ik kan doen. Maar sommige daarvan die zorgen er dan voor dat je daarna dan dat je item zonder probleem inspreekt. Maar ja, ik schijn oké te klinken. Maar het is echt wel, ik heb moeite om geluid te maken. Maar je kunt het dan goed laten klinken. Maar dan moet je de rest van de dag je stem niet meer al te veel gebruiken. Nee, maar die zaak klinkt vanzelf al wat heesachtig. Hè. Maar ik heb echt wel, er mist iets aan het timbre van mijn stem. En ik moet veel lucht gebruiken om geluid te maken. Maar ik heb daar heel kort over een soort van opleiding, ja niet een opleiding, maar instructie gehad hoe je met je stem moet omgaan dan. En hoe je hem dan ook niet te veel belast. Maar het is bij de D-Star-ronde al helemaal niet aan orde. Maar wel als je met een schorre stem, een niet schorre stem probeert na te doen. Ja, neem mooi van al die verbindingen. Dat is wel... Oké, Frans is op het chatkanaal gearriveerd. Maar dat is inderdaad mooi. In Brazilië, ja. Ja, die warkbanden die zijn leuk, vooral in het weekend ook. Omdat in het weekend zijn daar geen contests, hè. Die zijn wereldwijd verboden, ook volgens de voorwaarden. Dus niet, het is niet zo dat het een amateurregel is, maar volgens de voorwaarden. Toch hoor je af en toe wel heldere lichten die op 30 megahertz, of nee, op 10 megahertz, op 30 meter CQ geven in de contest. Hè? Maar ja, als je dat log inlevert, dan wordt het wel afgekeurd. Goed, microfoon naar Rob. Ik wil steeds Nico tegen zeggen. En ik ken iemand met November Whisky die inderdaad Nico is. Maar je bent gewoon Rob. PD1MW, die staat onder PSS Echo. Ja, oké, John. Iedereen, goedenavond. Ja, alles verwarrend, hè, al die namen. Nou, ik heb ook niet heel veel te vertellen. Het enige wat ik weet is dat ik mijn euronode, waar ik wat problemen mee had, het werkte niet, hoofdstoring. En toen heb ik contact gehad met Ruud, degene waar dat ding vandaan komt. En die heeft me in de puntjes geholpen. Heel tevreden nu, het werkt perfect. Dus ik ben nog even bezig met het icoontje te veranderen, want dat vind ik niet zo fraai. Want die had het ook wel over. Dat je zo'n saai D-icoontje ziet op APS. Maar goed, dat was geen halstak. Ja, verder ben ik bezig geweest met mijn antenne. Ik heb hier een babyloop. Ik heb je daar al eerder over contactje om. Ik heb hem wat hoger gezet met een auto eronder. Maar dat is niet het gewenste resultaat. Ik heb een compleet andere SER en dat is wel heel jammer. Want hij schiet gewoon van links naar rechts op de meter, dus dat is heel vervelend. Hele mooie antenne, klein. Maar de juiste manual heb ik nog niet gevonden van dat ding. Verder heb ik niet heel veel te vertellen, John. Leuk even met de ronde mee te doen. Ik probeer ook op dinsdag aanwezig te zijn. Ik werk natuurlijk ook nog wel eens op deze dag in de avonden, dus het gaat niet altijd lukken. Maar als ik kan, sluit ik ook aan, John. Geef ze mij even een retour. PH6E, PD1W.
Ja, nee, het is absoluut geen verplichting hoor, maar ik waardeer het wel dat je er bent. Dus ja, dat is heel mooi. En ik waardeer het als je er bent, dus beter gezegd. Even kijken. Ja, zo'n euro nodig zou moeten werken. Trouwens, de raspberries beginnen langzaam weer verkrijgbaar te worden voor normale prijzen. Er zijn meerdere bedrijven die een 4 aanbieden met 4 of 8 gigabyte geheugen voor ja, rond de 100 euro. Dat is iets van 20% meer dan dat ze daarvoor waren. Maar de prijzen zijn sowieso gestegen. Maar lange tijd waren ze niet verkrijgbaar en kon je ze dan af en toe wel voor woekerprijzen kopen. Ik zag in het begin, dat was maart of zo, zag ik een Raspberry Pi Zero aangeboden worden. En die was pre-owned, stond erbij. Dus die was nog niet eens nieuw ook. En daar wilden ze $200 voor hebben. En in februari stond dat ding nog te koop voor 5 euro. Ja. Maar goed, het tekort begint een beetje minder te worden, kennelijk. Maar ja, je weet nooit hoor, het kan best over een tijdje wel weer ineens, als de vraag nu enorm toeneemt, dan kunnen ze het ook weer niet aan. Hè? En ze verkopen heel veel van die dingen, want al die oude versies die hier voor een groot deel, die leveren ze ook nog. Hè? Daar gaan ze op een gegeven moment wel mee stoppen, maar een aantal van die oude versies leveren ze gewoon. Dus die kun je ook nog gewoon kopen. Dus ja, dat maakt het wel ingewikkeld. Het verhaal van die Raspberry Pi is wel leuk, want het is een ding wat door veel zendamateurs omarmd wordt. Hij zit ook in die euronode dan. Tenminste, dat weet ik zo goed als zeker. Ik heb er zelf meerdere, maar het was wel leuk, want het is bedacht door een paar schoolonderwijzers in Engeland. En die vonden het vervelend dat er kinderen waren die niet een eigen computer konden hebben, omdat hun ouders het niet konden betalen. Dus wilden ze een zo goedkope computer maken dat die kinderen een computer konden hebben en dan ervaring konden opdoen. En ze waren ervan overtuigd dat ze wel 1000 van zouden kunnen verkopen. Hè? Nou, ik geloof dat ze nu aan de 53 miljoen zitten die ze verkocht hebben. Dus dat is even anders gelopen. Microfoon naar Frans. Ik zal eens even kijken of Frans niet op de chat uitgebreid in gesprek is. Dat valt mee. En Alexander is er ook, zie ik. De lokale D-Star repeater die is er niet. Oh, ver weg dus. Nou, dat moet toch haast lukken, een Nederlandse reflector. DCS 088, XLX 088, hoewel dat is hetzelfde. En dan zijn er nog twee andere varianten. Een verassing. Goed, ik ga Alexander er ook bij schrijven, want die is overduidelijk aanwezig. Oh, nu ga ik piepen. Laat hem even los. Ik wou nog wat vertellen, maar dat komt de volgende doorgang. Want het echt haast heeft het ook niet. En dat heeft ook niet maar zijdelings met de hobby te maken. Heb ik van de Frans, PD4 Fox Mike Juliet, de D-Star ronde, PA6 Echo. Ja, dankjewel, John. Een hele goede avond. Ben ik goed te horen, toch? Ja, prima. Ik had het al in de chat willen schrijven terwijl je aan het woord was. Maar je laat hem los. Nee, het klinkt perfect. Geen probleem. En je modulatie klonk zo pas wat vreemder dan nu. Dus ik weet niet, misschien was mijn oor wel. Ja, oké. Nou, de mensen die nu op de site zitten van Daily Minutes, jouw site zo gezegd, die krijgen nu een linkje. En daar kunnen ze dus eventueel, als ze daar interesse in hebben, de versie voor de Android downloaden. Dus het is een app die ik gemaakt heb. En dat is in principe hetzelfde wat op mijn site gebeurt. Je ziet daar ook de namen die op de XRF 88 Bravo reflector zitten. En tevens kun je ze horen. Daar hoef je verder niets voor te doen. Ja, dat wil ik even als verrassing hier ten horen brengen. Ja, met dank aan Sander uiteraard, want die heeft mij ontzettend goed geholpen om weer de D-Star audio server, zal ik hem maar noemen, weer in de lucht te krijgen, hè. Ja, daar heeft hij heel wat uren in gestoken en gelukkig, want ik heb hem nu perfect aan het draaien. Ja, ik hou mijn hart vast als hij eventueel zou stoppen, maar momenteel is het gewoon perfect. Hij valt niet uit of niks. Dus bij deze zon, graag gedaan.
Oh, Sander zegt ook uit, graag gedaan. Nou, top hoor, Sander, daar mag je een compliment van hebben. Ja, er zit wel degelijk wat vervorming op je modulatie, Frans. Ik kan niet goed horen wat het is. Het lijkt harmonische vervorming. Het lijkt alsof je... Als het FM was, dan zou je asymmetrisch moduleren. En daar ontstaat dan bij FM, als dat niet netjes gebeurt, ontstaat er ook als je te breed moduleert. Dan klinkt het ook een beetje zo. Maar ik weet niet of het te breed moduleren is. Ik kan het bij die staan niet goed plaatsen, maar er zit wel een vervorming op. Ja, het klinkt niet alsof je de boel te hard instuurt. Maar misschien is er een microfoonversterker die op overlijden staat of zo. Dat kan natuurlijk wel. Maar maar je bent goed verstaanbaar, dus dat is niet. Ik weet ook niet of iedereen het wel opmerkt. Dus zo erg is het ook weer niet, hè? Ja, mooi van die app. Ik zal eens kijken of ik daar nog wat meer promotie aan kan geven op een van mijn sociale media gebeurens of elders. En anders dan zet ik het de volgende keer ook in de mailinglijst. Laat ik dat maar eens doen. Even kijken, volgende op de lijst. Nee, laat ik eerst eens even kijken of er, voordat ik Alen de microfoon geef, even kijken of er nog inmelders zijn van PSS Echo. Ik ben heel even naar beneden, John. No problemo. Geen inmelders? Oké. Microfoon naar Harlingen, PD1 ANS, de dienst daaronder, PSS Echo. Ja, oké. Okay. Goedenavond iedereen. Papa Delft 1, Alfa November Sierra, Harlingen. Vorige week was mijn eerste weekje vrij en toen ben ik je hele ronde vergeten. Ik weet niet hoe dat kwam, maar helemaal van de week af. En vandaag, dan ben ik er weer even in. Voor de rest heel weinig tot niets met de hobbypagina. Heel jammer eigenlijk. Maar, ja, ik zit een beetje met andere dingen bezig en kom er dan niet aan toe. Dus, maar voor de rest komt iedereen goed binnen. Op dit moment hier, via Snake. Dus geen enkel probleem. Ik zat mezelf net even te controleren via het dashboard. Maar hij zit er nog steeds in, dus het werkt. Ik zit met nog steeds met de 2820 op dat. En iedereen komt er prima overheen. Dus momenteel vakantie hier, mooi weer erbij. En rustig aan voor de rest. Weinig met de hobby. Maar goed, misschien komt er nog. Microfoon terug, PA6. Kijk ook. En de rondeleider die staat. John? Ja, Roger. Ja, nee, wat ik nog wou vertellen is dat ik mijn 3D-printer weer, dat ik weer een werkende 3D-printer in gebruik heb. Want ik had er eentje die ging stuk en daar heb ik, een week of 4 geleden heb ik een nieuwe voor gekregen. Maar ik had gewoon geen tijd om het ding aan te sluiten. En dan heb ik van het weekend heb ik dat gedaan. Na wat aanloopproblemen werkt die toch wel aardig. En volgens mij werkt die uiteindelijk, gaat die helemaal goed werken. Maar er zijn nog wat rafelrandjes die soms aan de objecten zitten. Maar het is een kwestie van het apparaat een beetje kietelen en iets aan de temperatuurinstelling klungelen. In ieder geval, die oude die was heel snel overleden. Of ja, overleden. Doet het gewoon niet goed. En niet goed is bij een 3D-printer al snel problematisch. Want wat hij doet is dat hij af en toe een drupje filament lekt. Dat is dat materiaal waar de boel van opgebouwd wordt. Dat drupje filament dat komt dan op het printobject te zitten. En dan kwam vervolgens de extruder voorbij, de volgende keer. En die kwam dat stukje tegen wat inmiddels gestold was. En die duwde dat er van zijn plek. En daarmee dat hele object van het bed van de printer af. Nou, de eerste keer dat me dat overkwam, had ik dat 20 minuten of zo niet in de gaten. En toen kwam ik boven waar het ding staat. Het was één groot spinnenweb. Echt, het was allemaal filament. Eén groot spinnenweb was het. Het was niet te geloven. Fantastisch. Waarheid niet dat het dat hele ding verklooid heeft. Maar goed, eerst dacht ik dat het object losgelaten was.
En dat dat een probleem in gang gezet had. Maar uiteindelijk bleek het gewoon wat met de printer mis te zijn. En is waarschijnlijk dat de oorzaak geweest. Nou, in ieder geval heb ik eerst nog geprobeerd in overleg met de leverancier om hem toch aan de praat te krijgen. Dat lukte niet. En toen hebben ze me een nieuwe gestuurd. En heel aardig. De oude mocht ik houden voor de reserveonderdelen. Dus ja, dat is ook niet weg. Al die servomotortjes die heb je dan op reserve liggen en alle andere zaken. Maar ik ben weer aan het printen. En over een tijdje wil ik een betere hebben, want ik wil onderdelen voor antennes gaan printen. En het printertje wat ik heb kan alleen maar PLA filament aan. En dat filament is niet ongevoelig voor UV. Dus na verloop van tijd dan valt het gewoon uit elkaar. Dan valt de antenne van het dak af. En ik kan je vertellen, dat is iets wat je niet wilt. Want er is bij mij ooit een stuk van een antenne afgevallen. En ik ben zo blij dat er niemand onderliep. Want dat was een staafje aluminium. En ik dacht dat het goed vast zat. En dat zat het dus niet. En dat overkomt me niet een tweede keer. Want ik check dat nu echt altijd voordat de antenne geplaatst wordt. En mijn antenne die schuif ik normaal gesproken in. Dus het is ook niet zo moeilijk. Maar dat was dat staafje dat viel dus. Dat was ongeveer een meter aluminium. En dat viel dus naar beneden. En dat zat echt een halve meter diep in de tuin van de benedenbuurman. Hè? Ik pak hem even terug. In de vette grond, hè? In de tuin. Dat was echt, dat moet echt met een behoorlijke vaart naar beneden gekomen zijn. Als er iemand onder gestaan had, dan had hij wellicht niet overleefd. Hè? Dus, een wijze les. Jawel. Ik geef hem niet aan Storm, ik geef hem aan Jaap, want Storm die was er even vandoor. PH2X, die is daaronder, PSS Echo. Dankjewel, John. Allereerst de vraag, is het nou John of is het John? Maar dat mag je straks antwoorden. Jij vertelt over een staafje aluminium die van het dak afviel. Dat doet mij eraan denken dat voor mijn vakantie is... bij mij een bliksemafleider geplaatst. Ik heb ooit een keer hier in huis, een 2006 zal dat geweest zijn, een blikseminslag gehad. Er stond er nog een residu van een antenne van mijn vader op het dak. En daar is de bliksem ingeslagen. In de hele buurt waren apparaten kapot gegaan. Bij ons, die antenne die was Futsi. Toen heeft mijn vader een bevriende radioamateur, George de Bruin was dat, papa... Alpha 0G, IG, Silent Key, die heeft hij gebeld en die zei, nou, die antenne hoef je niet te zoeken, die is Futsi, maar je moet dus gaan kijken in de ruimte onder die inslag, daar moet je schade hebben. En dat was inderdaad zo, en dat was net geen gat in het dak, dus het viel nog mee. Bliksemafleiding is bijna 10 meter de grond ingeduwd, om goede weerstand, of eigenlijk zo min mogelijk weerstand te halen. Dat moet, geloof ik, onder de 10 komen. Dat is tot op 5,99. Dus dat is een zeer betaalbaar was het geheel. Dus daar ben ik erg blij mee. En dat betekent dat ik nu kan gaan beginnen met mijn FB13 op het dak te gaan zitten. Goed, had ik verder nog wat? Ja, de vakantie, dat was wel leuk. Ik heb nog nooit zo heel erg vaak CQ geroepen. Het vergt wat tijd en geduld. Het is net als vissen. Je moet de hele tijd zitten tot je een keer beter hebt. Maar dat was leuk vanuit Eihorst, Overijssel, net onder Meppel. Dat is gelukt. Een aantal keer CQ roepen en dan op een gegeven moment heb je beet. Echt fantastisch is dat. Maar dat zullen jullie als geen ander ook weten. Dan nog een klein grapje. De buurman daar... Dat zit als op een park waar mijn schoonouders een huisje hebben. En de buurman die staat in zijn tuin en die roept op een gegeven moment tegen me. Hé, Jaap, ben je weer terug? Ik kijk hem aan. Terug? Ja. Ja, ik hoor de hele tijd. Papa, hotel. Nou, lachen. Maar goed, ik had begrepen dat ik het wat luid zei. Oh man, heb je er last van? Ik zal wat zachter praten volgende keer. H.I. Goed. Nou, microfoon retour voor de ronde naar John. Papa Alpha 6 Echo van Papa Hotel. 2X-Rek. Hier is hij weer. Ja, daar was ik al bang voor. Ik krijg de microfoon direct. PSS Echo. Ja, ik dacht dat je inspraak zou hebben. Op de installatie daar. Ik ken daar ook wel een mooi verhaal over. Ik heb het wel eens vaker op die staan verteld. Maar het is zo verschrikkelijk leuk. Ik weet niet of die amateur zelf het leuk vindt dat ik het vertel. Maar ik vertelde niet bij wie het was.
Dat was een amateur en die had nogal last van de buurman die allerlei religieuze muziek op zijn elektrische orgel speelde. En hij had toen zo'n FT7B, dus er komt 50 watt AM, nee, de 25 watt AM kwam eruit. En toen dacht hij van nou, wat ik doe, ik maak gewoon een loopantenne en ik zet die precies, je was wel eens bij die buurman geweest, dat orgel dat stond bij hem strak tegen de muur aan. Dus hij had aan de andere kant van de muur, aan zijn kant van de muur, had hij een magnetische loopantenne neergezet. En hij zat in AM met de toongenerator op 20 meter, zat hij allerlei tonen te maken om te proberen over dat orgel heen te komen. Maar dat wilde dus niet. En toen heeft hij van iemand een behoorlijk grote lineaire heeft hij geleend. Toen heeft hij daarmee de proeven nog eens doorgaan, maar dat hielp dus niet. Dat was kennelijk erg goed voor elkaar. Maar toen kwam hij opnieuw een keer bij die buurman. En toen keek hij nog eens goed. En toen bleek dat het zo'n traporgel te zijn. Zo'n harmonium, helemaal niet elektronisch. Dus geweldig. Microfoon in jouw storm. PG5FRL, die is daaronder. PSS Echo. Oké. Sorry voor de kleine afwezigheid. Ik moest al lachen met orgel. Ik heb ooit een keer meneer Pastoor bij mij op de stoep gehad. Toen zat ik nog op 27 MC op de AM. En dan kwam ik op de omroepinstallatie van de kerk kwam ik binnen tijdens de mis. Vond hij niet zo geslaagd, maar goed. Toch een vriendelijk verzoek of ik het dat op dat soort tijdstippen niet meer wilde doen. Hai. Oké, goed. Ik heb me ook niet altijd aan de regeltjes gehouden. Ja, nou, ik moet zeggen, ik heb hier nou een antenne afgespannen. Daar kan ik ook op 40 meter uitkomen. Dat is ook wel de maximale lengte die ik hier weg kan hangen. 20 meter. Tussen twee huizen door naar de tuin. En voor in de tuin aan een boom vastgeknoopt. Het werkt ook nog. Binnen een dag had ik 5 continenten gewerkt. Dus ik was er wel blij mee eigenlijk met de antenne. Voor de rest ben ik nog bezig geweest met een voor mij nieuwe mode, Varak. Ook een digitale mode. En in tegenstelling tot FT8, FT4 en aanverwante artikelen kun je daar nog leuk mee chatten ook. Hè? Dat is meer keyboard to keyboard. Goed, voor de rest eigenlijk weinig beleefd hier. Ja, ik heb nog een special call heb ik in de aanbieding op FT8 zo af en toe. PG6 Peace, Papa Echo Alpha, Charlie Echo. Die activeer ik ook zo af en toe eens een keertje. Die heb ik tot het eind van het jaar en dan houdt hij ook weer even op. Goed, microfoon terug naar Netcontrol van Papa Golf 5, Foxtrot Romeo Lima. Hey, wat leuk, The Voice of Peace. Ik wist niet dat jij zo'n oude hippie was, Storm. Nou, je hebt wel een voornaam, die hippie ouders hadden vaak, hier in Amerika wat vaker dan hier. Maar er was wel de neiging bij hippies om dat soort, de naam Maan, die kwam ook al veel voor, en dat soort namen aan hun kinderen te geven. Dus misschien ben je daar ook wel erfelijk door belast. Geen idee, ik weet ook niet hoe oud je bent. Ik heb het hippiedom nog meegemaakt, al was ik toen wat jong. Maar ja, mijn jongste zus. Ik kreeg op een gegeven moment ook een bliksemafleider aan mijn antenne aangelegd. Dat betaalde de woningbouwvereniging. Dus maar die wilde niet dat ik dat liet doen, zodat het een leverancier zou zijn waar ze geen controle over hadden. Dus zij betaalde dat gewoon. Maar mijn zus die was toen nog vrij jong. En die had het over een bliksemverleider. Dat vond ik ook wel mooi. En ja, die aardweerstand die is wel van belang, hè. Het beperkt in ieder geval de schade. Niet in alle gevallen, want als je een hoofdader krijgt, dan ben je nog steeds de pineut. Maar het is wel zo dat bij minder grote inslagen die anders schade veroorzaken, daar zorgt die bliksemafleider wel voor dat het niet, dat die schade niet optreedt. Hè? Maar ik bedoel, de kracht van die bliksem is zo enorm dat als dat in de buurt gebeurt, dan heb je allerlei problemen die ook vaak levensgevaarlijk zijn. Veel mensen denken dat je niet onder een boom moet gaan staan omdat die boom explodeert of dat er een tak uit de boom kan vallen of zo. Maar dat is dus de reden niet.
De reden is, als jij binnen 15 meter bij zo'n boom vandaan staat en in de boom slaat de bliksem in, dan ontstaat er zo'n transformator waarbij de boom de primaire wikkeling is en de persoon die 15 meter verderop staat, dat is de secundaire wikkeling. En de stroom die dan gegenereerd wordt, die is zo groot dat die persoon op slag kan verkolen daardoor. Dus dat is de reden waarom je in een foetushouding in een greppel moet gaan liggen als de bliksem heel dichtbij dreigt in te slaan of zelfs al meerdere keren inslaat, zodat de kans groot is dat het nog een keer gebeurt. Hè? In de auto zit je veilig. De auto van Faraday. Jawel. Een beetje van Nico. PD1, ik zat even te denken, want mijn volgorde was eruit doordat de storm even weg was. Wat niet erg was, maar de volgorde is er wel even uit. PD1 MW, de microfoon van de dienstverronde van Papa Alpha 6 Echo. Ja, oké, John. Ja, Rob, hè. Ik ben ook gelijk met de FTA-afdeling aan het rommelen op de 40. En dat loopt lekker. Ook stations. Even een vraagje nog. Ik ga in september ga ik naar Mallorca. En ik wil eigenlijk mijn euronoot meenemen. De vraag is, mag dat? Ik begrijp dat Spanje wel de logisch erkend, maar kan ik daar dan ook zomaar die noden zeg maar op mijn telefoon bijvoorbeeld als hotspot laten registreren? Dan ben ik even benieuwd naar John, even maak dat door. Ja, volgens mij is het zo dat, dat in Spanje de novus niet erkend wordt. Tenminste, de laatste keer dat ik dat gehoord heb, dat ik daarover gehoord heb, was dat zo. Er zijn wel enkele mensen die met een lokale bromsnoor iets hebben kunnen regelen. En de vergunningen die worden daar lokaal uitgereikt. En naar het schijnt of je dan ook geld moet storten, weet ik niet. Ik heb er niet met mijn neus bovenop gezeten. Maar dan schijnt het wel dat mensen die daar permanent wonen, wel eens als ze een dekel hebben, een reguliere Spaanse vergunning krijgen. Maar ze in ieder geval, die vergunning horen ze dan eigenlijk niet te hebben. Maar ze mogen, omdat ze die vergunning hebben, vooralsnog wel uitkomen. Dus dat is een beetje de status daarvan. Maar ik ken daar 2 of 3 gevallen van. Door de 30 jaar of heen of zo. Maar dat zijn de uitzonderingen. Maar voor zover ik weet, mag je daar als novice niet uitkomen. Ja, de vraag is, als je met een portofoon en zo'n hotspot werkt, hoe groot de kans is dat je daarmee tegen de lamp loopt. Maar er is een geringe kans dat je die apparatuur kwijtraakt of dat je problemen krijgt als ze moeilijk doen. Dus ik weet niet of dat handig is. Wat een alternatief is, er is zo'n dongel te kopen bij Guus voor 18'tjes. En dan kun je op die ster uitkomen zonder te zenden. Dat is minder leuk, maar dan heb je dat probleem niet, hè. De vraag is dan ook of je wel Echo Alpha voor je call moet zeggen dan. Want in feite kom je in Nederland voor het eerst in de lucht als je op de Nederlandse reflector zit. Hè? En in Spanje zend je helemaal niet. Dus waarom zou je dan een Spaanse call gebruiken? Maar het ligt heel ingewikkeld hoe dat zit. Dus je kan daar echt allerlei implicaties van verschillende wetten vertellen die enigszins tegenstrijdig zijn. Dat is best wel interessant. En wiens call je dan moet gebruiken als je op een repeater zit bijvoorbeeld. Want is het niet zo dat je de call van de repeater zou moeten gebruiken dan? Maar dat is niet gebruikelijk. Ik denk dat het standpunt van de organisatie wel is trouwens dat je je eigen call moet zeggen. Hoor. Maar er valt voor die repeater call ook wel wat te zeggen. Maar dat is een lang verhaal, dus daar ga ik nu niet op in. Ik zou dat op die manier doen. Er zijn wel meer oplossingen dan die dongel trouwens hoor. Niet allemaal even eenvoudig, niet allemaal werken ze even goed. Maar de dongel, dan heb je kans op, 100% kans op succes. Hè? En neem gewoon een ontvanger mee dan. Ik ben een ontvanger of zo. Maar we zoeken eerst uit of het echt zo is. Hè? Want het kan best wel de afgelopen 2 jaar veranderd zijn. En dat het nu ineens wel kan. Die vergunningen die zijn zo binnen haarrek verband dat je gewoon, je kunt gewoon je papiertje meenemen en that's all. Hè? Dus je kunt met je Nederlandse registratie, die in het buitenland een vergunning heet. Ik pak hem maar even terug. Daarmee kun je dus gewoon in het buitenland werken zonder dat je daar iets aan hoeft te vragen. En dat was heel vroeger was dat anders.
Toen ik begon toen, en dat is best wel lang geleden, want Storm heeft het over 30 jaar zendamateur zijn. Over twee jaar of zo, knap twee jaar, dan ben ik 50 jaar zendamateur. Dus, maar toen ik begon, en tot begin jaren 80 is dat zo geweest, was het zo dat als je naar Spanje op vakantie ging, dan moest je ook in België en in Frankrijk vergunning aanvragen als je met de auto ging. Want je mocht namelijk de apparatuur niet bezitten. En in Frankrijk was het enige tijd zo dat als je dan illegale apparatuur in de auto werd aangetroffen, dan werd ook de auto met alles erin in beslag genomen. En dat kreeg je dan niet terug. Ik ken het verhaal van een vertegenwoordiger die een bakje bij zich had wat niet mocht. En die was de hele handelsvoorraad kwijt. van die handelsvoorraad wat hij bij zich had. Dus ja. Maar... ja, dus je moest dan in al die landen moest je dat aanvragen. En dat was in alle landen verschillend en best ingewikkeld. En kostte ook wel 100 gulden of iets in die range. Per land 61, de andere 100. En dus ja, dat levert heel veel kosten op. En mevrouw, toen nog Nelly Smit-Kroes, die heeft toen in het kielzog van hetzelfde wat ze voor 27 op zee gedaan, dat ook in heel Europa harmoniseren, heeft ze dat ook voor de gelicenseerde amateurs gedaan. En ja, dat is heel goed uitgepakt. Volgens mij mogen wij zelfs in Rusland, onder de huidige omstandigheden, maar daar is hij ook geldig. En ik geloof met bepaalde beperkingen ook in Australië zelfs, die geen CEPT-lid is trouwens. Maar, en er zijn ook wel verdragen die niet daarmee te maken hebben, die met Amerika zijn, maar dat is weer op andere basis. In Amerika moet je wel volgens mij aanvragen, maar je krijgt dat wel altijd. Maar weer niet als novice, denk ik. Maar dat weet ik niet zeker. Het is ingewikkeld. Bijvoorbeeld in Frankrijk, als je geen Morse-examen hebt, dan mag je in Frankrijk gewoon op de hijfbanden uitkomen. Alleen niet in Morse. Serieus. Ook niet met het programma. Microfoon in Frans. PD4 Fox Mike Juliet. Papa Alpha 6 Echo. Ja, 3 CQJ. Ja, 2 TSL. Ja, CQJ en TSL gehoord. Ja, met een break Frans, ga je gang. Dat is typisch Frans. Man. De Frans is vaak weg. Zomaar, ineens. In het blauwe hinein. Microfoon naar CQJ. Ik heb je call niet eens genoteerd. Maar ik schrijf je er nu bij. Van Papa Alpha 6 Echo voor de Dista-ronde. Ja, goedenavond. Het is PH3 CQJ. Ja, ik hoorde iemand vragen naar de D-amateurs in Spanje. 2 jaar geleden heeft iemand dat uitgezocht in op het DME Technoronde Forum. dmrtechnoronde.nl. Als je daar zoekt op Spanje, dan krijg je een bericht en daar staat in het Spaans wat een amateur in Spanje mag. Volgens mij mag je wel. Dus dmrtechnoronde.nl en dan het woordje Spanje zoeken. Dus dat één berichtje. Novice licentie in Spanje. Dat is ooit gepost door de PD1 HPB van PH3CQ. Ja, ja wat het laatste wat ik gehoord heb, dat was van twee mensen die daar woonden, dat het toen niet zo was. Dat het toen, maar goed, het is 3 jaar geleden dat ik er voor het laatst naar gekeken heb. Dus het kan best wel veranderd zijn, hè. Tom, ook goede avond. De microfoon aan jou, van Papa Alpha 6 Echo. Ja, goedenavond John, ook alle anderen. Het is bij jou 2 tijd, zo, ja, ik probeer nog een tijdje te melden, maar ik was steeds te laat. Ik zit al ongeveer een kwartiertje mee te luisteren. Ik heb verder niet zoveel zelf te melden. Ik zit hier buiten in de tuin en als potje zat op zolderen. En dat met die 31 porto hier in de tuin. Dus ik luister met belangstelling mee, John. En ik zou zeggen, ga rustig verder met je ronde. Dus PL2T zo. Ja, dat zie je. Ik zit nu op de site van de Spaanse vereniging te kijken over bezoekende amateurs. Maar ik zie daar geen novice bij staan. Maar dat kan zowel betekenen dat het mag als dat het niet mag natuurlijk. Hè? Ze hebben het over een HAREC. Dus het ja. After passing the exam, the HAREC certificate is issued.
Ja, nee, dat gaat over de binnenlandse. Ik zat net een stukje te kijken over de buitenlandse amateurs daar. Ja, het is heel moeilijk om dat soort informatie te vinden. En AT is ook niet heel erg tegemoetkomend. Die zeggen van nou, dat is de site waar je het kunt vinden. En ik ben journalist. Mijn werk is het om dingen te speuren. Maar ik heb toch regelmatig dat ik op die site waar je dat soort dingen kunt vinden dus verdwaald ben. En bovendien is voor alle landen weer net wat anders, hè. En zeker wat Novus betreft. Even kijken of Frans terug is. PD4, Fox, Mike, Juliet. De dienst daaronder. PSS Echo. Ah, ik was terug, maar ik zat even dubbel. Met, hoe heet het? Met TSL en CQJ. Dus zodoende. Maar ik zei al, de app die is al 5 keer gedownload. Dus dat gaat er prima zo. Dus ja, mensen die op de Daily Minutes luisteren, die hebben de site wel gevonden, denk ik. Ja, hoe ik het anders kan doen, weet ik even niet, want het is toch wel best een grote file. Ik heb hem gewoon met WeTransfer gekoppeld. En die is, even kijken, 6 dagen geldig. Dus na die 6 dagen is hij dan wel weer weg. Maar mocht er gegadigde zijn, die hoeven maar een mailtje naar mij te sturen. En dan ben ik graag bereid om dat nog een keer te herhalen. Ja, voor de rest ben ik lekker mee aan het luisteren en mee aan het kijken op de chat. Dus ja, bevalt me prima. John, Mike, door. Ja, ik kan hem wel op een van mijn sites zetten hoor. Met name pnlete.com, daar heb ik echt heel veel opslagruimte. Voor mij heb ik daar nog een paar gigabyte die ik in beslag kan nemen. Dus, ik kan hem daar, als je dat wilt, dan staat alleen wel PNL-ETE bij. Dat is niet heel leuk. Want, maar een andere, even kijken hoor. Ik heb niet zo snel een andere site waar ik genoeg ruimte heb om dingen bij te zetten. Dat die andere accounts die zijn allemaal vrij krapjes. Of in gebruik voor dingen als podcast en dat soort dingen. En dit is een site die heeft niet veel, die kan niet heel veel downloads tegelijk aan. Maar hij heeft wel extreem veel opslagruimte. En dat is natuurlijk ook handig als je archief hebt van iets als de Daily Minutes of zo. Hè? Maar hij kan daarbij. Alleen het linkje heeft dan met... ik heb daar volgens mij geen alias voor. Nee, het is alleen pnlete.com staat er dan voor. Waardoor mensen zouden kunnen denken... Je kan er wel duidelijk een pagina bij maken. En duidelijk erop zetten dat het van jou is. Hè? dat wil ik ook wel doen. Dus ja, zeg maar. Want ja, via wie. Het kan ook via Dropbox volgens mij hoor. Dan kun je het ook langer laten staan. En er zijn wel meer mogelijkheden. Ik zit er alleen niet zo in. Omdat ik dat soort commerciële. Oh ja, dat soort diensten. Daar ben ik niet zo gecharmeerd van. Jawel, ik ben. Even kijken, wie ben ik. Ik ben er nog één vergeten. En dat is PD1 ANS. Die volgens mij ook heel actief op HF is, hè. Ik heb nog weinig met mijn pedestrian gedaan, helaas. Gewoon door tijdgebrek. Ik had het eigenlijk wel willen doen, pedestrian mobile. Hè? Dat is het wandelen met de korte golfapparatuur. En ik heb dat werkend. Ik heb meerdere setups zelfs die ik kan gebruiken. En ook meerdere antennes. En dan werk je met een antenne van 1,20 meter lang en een sleepdraad achter je aan als tegencapaciteit. Hè? Van 1 meter of 4. Jawel. De microfoon moet naar Halen in Harlingen. PD1, Alfa November Sierra, de dienst daaronder, PSS Echo. Ja, oké. Okay. Ik zag ook nog een PD0 Alfa Hotel voorbij komen. DV4M. Ik zit even naar het dashboard te kijken om te zien of ik wel in de lucht zit. Ja, nou ja, goed. Interessant allemaal weer vanavond. Ik maak zelf heel weinig mee momenteel, dus alles wat ik nu hoor is weer meegenomen. En dat kan je dan weer gebruiken. En ik ben blij dat het werkt en iedereen komt voor de rest prima over de repeater heen. Dus geen probleem. En gelukkig is het niet zo warm hier, ik zit op de derde verdieping. Dat is lekker. Oké. Ja, ik heb eigenlijk niks meer te melden, dus ik luister nog even verder naar de ronde.
van Papa Delta 1 ANS, Aarlingen. Microfoon terug naar PNCC, Kogel John. Ja, Roger. Ja, het is misschien wel aardig om te vertellen. Ik heb al eens eerder verteld wat voor transceivers ik daarvoor gebruik. Ik heb twee verschillende versies van de USDX. Ik heb de TR-USDX, wat de officiële is van de makers. Die moet je eigenlijk kopen. Niet alleen omdat je daarmee de makers steunt, maar ook omdat het gewoon duidelijk een beter apparaat is. Maar ik heb ook nog een Chinese bootleg. En die heeft wel één voordeel. Die heeft twee keer zoveel banden als de officiële. Dus dat ding heeft alle HF-banden. Is super klein. Heeft het formaat van iets groter dan de handmicrofoon die bij mijn FT901 destijds had bijgeleverd. Alleen dat is de complete transceiver, dus voor all mode en met CAT-aansluiting achterop. En gewoon fantastisch. Ding kostte, ik heb voor die twee USDX'en heb ik elk €128 betaald. Dat was wel toen de prijs nog wat lager was en de euro nog wat hoger. Maar €128 en je kunt ze nu voor €150, €160 volgens mij kopen. En heel kleine transceivertjes en de officiële, die heeft ook een ingebouwde microfoon, zodat je min of meer als portofoon kunt gebruiken. Hè? Je kunt gewoon in het apparaat zelf praten. En de modulatie is dan best goed ook nog. Althans, als je niet te dichtbij zit. Want hij is voor de X heeft hij goede modulatie, maar voor lokale cursus zal ik hem niet aanbevelen. Daarnaast heb ik nog een Xiegu, een Chinees apparaat, G1MG Core. En die is inmiddels volgens mij vervangen door een nieuwe type. Maar die was ook zeer goedkoop. Ik heb daar €204 voor betaald. Dat ding heeft 4 HF-banden. En officieel 5 watt, maar de meeste komen net als bij die van mij een watt of 8 uit. En dat ding ontvangt op alle HF-banden. Het is ook all-mode, hè? Dus werkt ook voor digitale modus. Maar uiteraard als SSP in zit, dan doet hij dat. Xiegu is wat simpeler qua mogelijkheden. Hoewel er wel een leuke panorama-ontvanger in zit. Maar ze hebben dat afgeschermd om de bediening wat ergonomischer te maken. Ja, die andere apparaten is de bediening wat minder ergonomisch. Maar er zitten gewoon krankzinnig veel mogelijkheden in. Hè? Allerlei bandbreedtes die je kunt instellen. Noise Blanker, Fox en noem het maar op. En dat heeft die Xiegu dan weer niet. En die Xiegu is ook groter. Maar die is niet te min, is die nog maar 60% van de 817. En hij weegt een vijfde of een zesde van wat de FT817 weegt. Hè. Voor een wandeltocht is dat wel aan te bevelen. En de bekendste antenne die ik gebruik is een Toybox van Comet. En dat is een volgens mij 10 banden antenne, waarvan ik er ook maar een paar gebruik overigens. Dat ding werkt van 160 tot 50 megahertz. En dan kun je er nog een spoel bij kopen om ook op 2 meter te laten werken. Ik pak hem heel even terug. Ik heb nog een tweede antenne en daar zit standaard al 2 meter in. Dus daar kun je de 50 megahertz spoel ook voor 2 meter gebruiken. En die werkt niet lager dan 7 megahertz en heeft dan 70 megahertz heeft hij niet. En volgens mij verder alle banden van 40 meter tot 2 meter aan toe, zeg maar. Nu zit ik wel erg lang te praten. Microfoon naar, ik denk dat hij naar Storm moet, maar ik ben even de tel kwijt. Maar ik denk dat ik dat goed doe. PG5 Fox Romeo Lima, die is daaronder. Dit is Papa Alpha 6 Echo. Ja, ik heb geen idee. Ja, de volgorde laat ik graag aan jou over. John. Ik heb je trouwens een mailtje gestuurd met een set landenlijst van de Dark. Spanje heeft geen office toewijzingen. Nada. En dat is een lijst van 3 augustus 2022. Dus ik neem aan dat die redelijk up-to-date is. Maar ik heb een pdf hier ook aan opgestuurd, John. Zullen we zelf al binnenkrijgen. Van Papa Golf 5, Fox Romeo Lima. Ja, ik dacht inderdaad dat dat zo was. Maar goed, nogmaals, het kan de afgelopen 2 jaar wel veranderd zijn. En de DARC is ook niet altijd helemaal accuraat met hun toestanden. Nou, aan Jaap hoef ik in ieder geval niet uit te leggen wat een TR-USDX is. PH2X, die is daaronder, PSS Echo. Ik denk dat Jaap even te snuit is. John, die ging even met het schuifje fietsen.
Ja, maar dat mag ook gewoon hoor. Ik bedoel, dat zal ik ook niet aanrekenen. Nou, een beetje. Nee, dat is natuurlijk prima. Nou, dan ben jij aan de beurt. Ik zei zo pas Nico toch tegen jou. Dat was dan wel heel onbewust. Bizar is dat ik daar zo bewust bij na moet denken. PD1MW. Pap, en ik weet dat je Rob heet, van PSS Echo. Ja, oké, John. Nee, dat is niet kwalijk, joh. Ik heb er maar bijgezet nou in mijn... normaal staat mijn portefeuille staat zet vermeld. En bij de 7100 waar ik nu mee zit... Daar heb ik nog steeds op staan. Dat is wel makkelijk. Ik begrijp dus dat het Spanje-verhaal wat moeilijk wordt. Ja, ik had geloofd dat het wel wat soepeler daar ging. Maar nee, dus. Nou ja, dan houdt het eventjes op. Want we moeten geen reserve hebben. Ik ga met vliegtuig, dus wat andere landen betreft heb ik niet zoveel last. Ik dacht van nou, dan kan ik misschien daar nog eventjes een half uurtje of zo, een uurtje even... online zijn. Ja, op je vakantie ga je natuurlijk ook andere dingen doen. Maar een zendamateur die wil toch graag af en toe zijn ding doen. Ja, komt misschien nog wel. Ik ga ook voor de F mij inzetten. Als het wat rustiger wordt, ik denk in de wintermaanden, dan ga ik mij daar op concentreren. Want ik wil toch ook die F-licentie gaan halen. Dus dan zeg maar toch een beetje de instap geweest. En ja, goed. Ik heb verder helemaal niets te melden, John. Ik luister nog heel even mee en dan moet ik nog gaan eten. Jawel, Spaanse tijden. Hey. Ik luister mee. Ik geef de mic weer retour aan jou, John. En goed, ik nog even nogmaals, ik luister even mee. Bye bye. Ja, Rossi, ja, nee, ik heb... Ik heb alleen maar groente gegeten nog. Dus ik zit ook aan de Spaanse maaltijdentijden. Hè. Ja, nogmaals, ik zeg alleen maar wat ik zelf toen gehoord heb. Maar ik, voor hetzelfde is het veranderd. Dat durf ik niet te zeggen. Hè. En de enige manier waarop je erachter kunt komen is volgens mij de Spaanse vereniging benaderen. Of de autoriteiten daar. Of de bekende website. Maar die heet tegenwoordig geen ero.dk meer. En ik snap waarom. Maar het heeft een andere naam gekregen. Ik vond dat het wel lachen. Ero. Maar in het Deens betekent dat kennelijk toch niet wat het hier betekent. Maar dat soort dingen is altijd wel grappig. Ja, nee, ik wou nog even zeggen over die loop. Je zei dat de impedantie of de SWR van die loop alle kanten uitvliegt. Dat kan een probleem met aarding zijn. Hè, die af en toe wel, af en toe niet aan aarde hangt. Bijvoorbeeld... Dat de antenne aan de mast zit, maar naar de mast toe geen goed contact maakt. Of dat de mast beneden niet goed ergens aanhangt. Zodat er sprake is toch van een soort van vaste aarde. Het maakt niet uit of je het wel of niet hebt, maar het moet niet af en toe zijn. Daar dacht ik als eerste aan. Maar het kan best wel zijn dat het heel wat anders is hoor. Maar ik zou wel kijken of die goed gemonteerd zit en dat soort dingen. Hè. Over het algemeen is het zo dat bij loopantennes de hoogte, ja, tenzij je echt heel spectaculaire dingen wil doen, zoals Nieuw-Zeeland werken of zo op 160 meter, maar in andere gevallen is de hoogte niet zo heel erg kritisch, in ieder geval niet zo kritisch als bij andere antennes. Dus vervelend genoeg weet ik ook niet of je er heel veel aan hebt om het ding veel hoger te zetten. Ik moet even kuchen. Nou. Dat is toch mijn stem die niet in orde is. Het kan gewoon hoorkoorts zijn, want daar heb ik nogal last van. En dat komt in augustus vaak ook opzetten. En ik denk eigenlijk dat het daarvan is, want ik heb ook wat last van mijn ogen. Hè? Goed, microfoon naar Rutger. Rond 9:30 denk ik altijd een afsluiten van de ronde. Dus dit is waarschijnlijk wel het laatste rondje wat ik de microfoon rond verdeel. Microfoon aan jou, Rutger. PA3CQJ, de DISTA-ronde van PSS Echo. Ja, goedenavond. PA3CQJ. Ja, ik heb er heel verhaal gehouden over Spanje, dat je daar dus wel uit mag komen. Maar dat is kennelijk niet doorgekomen. In 2020 had Peter nogal vervelend uitgezocht en die had een tekst gekregen van de Spaanse AT. Als je die meeneemt, dan zit je goed, hè?
Die tekst die staat op het forum dmftechnoronde.nl. dmftechnoronde.nl. En als je dan zoekt op Spanje, zie je meteen het bericht. Je mag dan op 144, 146 en 34, 44 uitkomen met laag vermogen. Want ze hebben daar inderdaad maar één machtiging. Maar kennelijk strijken ze de hand over het hart voor een Nederlandse D-amateur. Dus ja, je kan het altijd even proberen. Ben al heet hij in de ronde van PA3CPJ. Ja, Rotsi, ja, ik durf daar niet op basis van zoiets 100% zeker van uit te gaan. Hè. Maar ik ga ervan uit dat HPB dat wel goed uitgezocht heeft. Ook omdat hij wel eens internationaal rondrijdt volgens mij. Maar, of heb ik daar de verkeerde voor? Nee, dat is hij zo. Ja, nee, dat weet ik wel zeker. Ik hoor ook zijn stem zo. Ja, je weet het alleen zeker als je het, denk ik zelf, van de overheid. Aan de andere kant denk ik dat een porto en een hotspot niet een heel groot probleem is. Hè? Ik heb veel mensen zo'n ding horen meenemen. Maar ja, als je het helemaal zeker wilt weten, dan of tenminste als je helemaal zeker wilt gaan, dan moet je het gewoon uitzoeken. Ja, ik had dat wel gehoord hoor. Ik kan trouwens die site, de DMR Technoronde, niet vinden. Maar ik zal vast wel wat verkeerd zijn tikken. Hij zegt forbidden, you don't have permission voor deze website. Maar ik zal er misschien HTTPS voor moeten zetten in plaats van HTTP. Dat is wel vaker zo, hè. En anders dan is de pagina ook nog wel gewoon in het internetarchief weer op te vragen. Microfoon aan jou, Tom. PA2TSL, de Diestaronde van PSS Echo. Ja, prima John. PSS Echo, Diestaronde, PA2TSL. Ja, leuk dat verhaal over die licenties, hè, in de verschillende landen. Dat er toch nog zoveel verschillen zijn in dit Europa. Een beetje jammer eigenlijk. Maar nou, in ieder geval degene die naar Spanje ging, die kan dan blijkbaar toch gerustgesteld zijn. En zijn set met een hotspot, denk ik, meenemen. Dus ja, dat in tegenstelling tot wat ik nou net van een van jullie hoorde, dat je in het verleden in Frankrijk zelfs je auto in beslag genomen kon worden. Dus, jongen, dat is wel heel erg heftig, hè? Ja, maar dat het dan ook wel wat makkelijker gaat. Goed, ja, jullie hadden ook nog even over loopantenne. Ja, ik heb ook een hele tijd een loopantenne hier gehad voor HF. En die deed het, qua zender deed ik fantastisch. Die had 1 meter, 75 diameter. En hij stond ook vrij laag in de tuin. Gewoon ook iets van 1,5 meter hoogte. En dat ging ontzettend goed. Hè? Alleen de ontvangst was dermate verstoord dat ik het hele boel verkocht heb. Ik heb het toen wel zelf gemaakt, maar goed, wel een condensator laten maken door iemand in Noord-Holland. Hele mooi in een zo'n grijze PVC-pijp. Een afstemming met melkerafstemming. Fantastisch mooie antenne was het, maar het was dermate storend allemaal dat ik de boel verkocht heb en AF is staat. Ik heb er wel een dipooltje hangen, 2,5 meter met een open voedingslijn. Dat gaat dan nog wel een klein beetje, maar het is gemiddeld S8, S9 storing hier op Alpmonde. AF, dat zat er wel een heel laag pitje. Jammer. Oké, John, ik ga me ook uitmelden. Ik luister wel eventjes mee met het staartje, maar... Kom niet meer terug. PA6 Echo, bedankt ook voor het leiden van de rol van PA2TSL. Ja, er bestaat wel iets voor die storingen. Ik weet niet of jij daarbij was, maar ik heb dat wel eens eerder besproken. De X-Face QRM Eliminator. In de oorlog ook bekend als MoffenSafe. Echt waar. Dat apparaat is in de jaren 30 uitgevonden en dat werkt. Bij mij werkt het heel erg goed. Als ik S9 storing heb, en dat is momenteel niet zo heel vaak, maar als dat voorkomt, dan is de kwestie van de knop indrukken en daar zijn je stations weer en de ruis is weg. Echt waar. Maar je moet wel, er zit wel een leercurve aan, je moet wel dat ding leren afstemmen. Dat is nog een hele sinecure. Of nog geen sinecure moet je eigenlijk zeggen. Maar
dat ding dat werkte door, door het signaal van een tweede antenne, waar je dan bij voorkeur de storing zoveel mogelijk ontvangt en zo weinig mogelijk de gewenste stations. En door dat signaal van die tweede antenne in tegenfase met het gewenste signaal te zetten, verdwijnt de storing als je het goed doet. De keuze van die tweede antenne is met name belangrijk. Mijn ervaring is met dat vrij lange antennes die verticaal door de woning heen lopen het beste zijn. Hè? Ik gebruik de coax van een 2 meter GP daarvoor. Die 2 meter GP staat op zolder. En doorgaans biedt dat de beste resultaten. Maar je krijgt die storing er echt mee weg. En je moet wel, als je van band verandert, opnieuw afstemmen. Wat dat toch echt wel even een uitdaging is. Maar je storing is weg. Echt, het is echt niet te geloven. En je signalen, je gewenste signalen worden niet zachter, hè. Dus, want dat zou natuurlijk ook wel, dat zou natuurlijk mooi zijn. De storing is weg, maar je signalen zijn ook weg. Maar dat is niet zo. Ik heb heel veel plezier van het ding. En ik raad hem regelmatig aan mensen aan. Ik ben eigenlijk een soort evangelieprediker wat dat betreft, hè. AI. Even kijken hoor. Ik denk dat ik hem afsluit. Tom, bedankt voor het inmelden. Rutger en alle anderen ook. Ik stel het erg op prijs. Vorige week was het erg rustig, hè. Jawel. Ik zal zelf op de chat kijken of daar nog iets te melden is. Oh, daar loopt een intensief QSO. Parallel aan de ronde. Althans, ja, tot een paar minuten geleden. Ja, bedankt allemaal voor de ronde. Ik ben er volgende week weer als het goed gaat. Ja, als ik maar geen YouTube erbij hoef te doen. En daarom is het leuk dat de stream van Frans het weer doet. Dan is het voor mij ook heel wat minder werk. Want anders moet ik om kwart voor acht of zo beginnen met allerlei dingen voorbereiden en zo. Want ik moet daar mijn microfoon voor opstellen. En nou ja, je bent zo'n half uur verder. Maar ik zal mijn best doen. Tenzij het volgende week echt helemaal uit de hand loopt qua werk. En dat gebeurt af en toe. Maar dan ben ik er gewoon weer. Hè. Goed, iedereen op de chat ook. Iedereen die meeluistert. Er zijn ongetwijfeld nog mensen die zich niet gemeld hebben die meeluisteren. Ook bedankt voor jullie aandacht. En de groeten allemaal. PA6 Echo voor de diesel ronde. Ja, bedankt John. Tot volgende week. Bedankt John. Tot volgende week. Dan weer dan PD4MMJ. Ja, Roger, ik wou je al op de chat erover benaderen. Ik ga er zo wel van door, want ik heb vanavond ook alweer een druk programma. Helaas. Maar het is niet zo druk als dat het vorige week was. Maar ik moet wat, niet onbelangrijk, ik moet meerdere facturen eruit doen, anders betalen ze me niet, Frans. En er zijn hoge bedragen, echt. Ik heb soms zo'n liedje wat ik altijd draaide. Als geld dan binnen is. I just got paid. Maar ik kan dat ding zo op de site zetten. Maar dan moet ik even een tekstje maken. Dat duidelijk is dat het een ding van jou is. Niet dat ik met de handen ervan aftrek. Maar ik wil dat ere wie ere toekomt. Hè. Maar ja, dat kan je doen. En ik zal dus een kort linkje naar die pa0ete.com doen. Hè. Nou ja, ik kan natuurlijk doen. pa0ete. / PD4FMJ, wat dacht je daarvan? Van PSS Echo. Oké, sorry. Nou, ik heb onder dat symbooltje aangeklikt voor uploaden. En dan zet ik die APK erop en dan zegt hij van upload failed. Ik weet niet waar je dat dan getikt hebt, maar je kunt bij mij zoiets niet zelf uploaden. Dat moet ik echt doen. Ja, of je moet hem bij wokka.be posten. Het zou kunnen dat het daar wel werkt als hij niet heel groot is. Dus, maar dat is niet de goede methode, want bij wokka.be verdwijnen die berichten al. Ja, je kunt het daar ook wel bovenaan vastzetten volgens mij, pinnen, dat kan. Maar dat is niet de beste methode. En dit is een goede methode daarvoor. Ik heb mijn hele archief met audiobestanden daar ook staan. Hè. Het wordt gehost door een van de collega's van zendamateur.com. PD4 Fox maakt jullie uit van PSS Echo. Oké, nee, want ik heb bij de Daily Minutes heb ik rechtsonder heb ik op dat een pijltje naar boven met een balkje gedrukt. En dan kon ik een file uploaden, zei die. Maar die 34 MB
dat kan niet lukken. Dus op een of andere manier. Nee, maar dat moet je daar ook niet doen. Want dat is punt 1, is dat heel veel programma's ondersteunen dat niet meer. Omdat er zo ontzettend veel misbruikt werd. Ja, dat is al lang geleden hoor. Dat is al 30 jaar geleden of zo. Maar er waren allemaal mensen die kwamen net de eerste computervirussen op. En die begonnen allemaal die virussen op die chat te uploaden. En toen hebben veel programma's hebben dat geblokkeerd. Maar dat is ook zo dat niet... Dat is niet gestandardiseerd meer. Dus het zou waarschijnlijk wel werken naar mensen die dezelfde pagina gebruiken als die jij gebruikt. Maar er zijn heel veel mensen die gebruiken een app of die gebruiken een ander programma voor de chat. Het is een IRC-chat, hè. Maar dan krijgen ze het bestand ook niet binnen. Dus dat heeft geen nut om dat te proberen. En het is ook zo dat hij maar één keer als chatregel dan verschijnt, hè. Dus dan krijg je een chatregel als het lukt. Dan krijg je een chatregel met het bestand erbij. Maar ja, iedereen die typt daaronder en binnen een uur is die tekst alweer verdwenen, hè. Dus nee, ik moet hem gewoon echt zelf op die site zetten. En als je hem er dan weer af wil hebben, dat kan natuurlijk ook. Maar ik kan hem er zo opzetten, hoor. Dus dat is nou 3 minuten werk of zo. Maar ik moet het bij de FTP-programma erop zetten. Dus beveiligd FTP. PD4 Fox Mike Juliet, PSS Echo. Ah, je hebt het linkje van WeTransfer, John. Dus je kunt die applicatie ook downloaden daar. Ja, voordat je het gezegd had, had ik het programma al opgestart. Kijk aan. Nee, je bent sneller dan ik kan spreken. Ja, ik moet het meteen doen, anders vergeet ik het. En je weet hoe ik ben in die dingen. Als alle dingen die ik direct doe, die doe ik direct. En alle andere dingen die je raakt op de lange baan, op een of andere manier. Ik heb al een goede planning, maar daar staat het dan weer niet op. Want daar staan alleen de belangrijke dingen op. En anders loopt dat ook uit de hand. En dit is wel belangrijk, maar niet zo belangrijk. Maar ik ga het nu meteen doen. Ik zet op de chat wel het linkje van PSS Echo. Oh, en ik had ook nog een andere vraag gesteld in de ronde. Maar ja, dat is helaas niet doorgekomen omdat ik dubbel zat. Dat vond ik wel jammer. Want ik ga namelijk naar Passau toe. Een paar dagen. En dan wil ik toch de Porto meenemen. En kijken of daar ook iets met die staat te doen is. Waar ligt Passau? Oh nee, ik weet waar het ligt. Dat ligt bijna half in Oostenrijk. Het ligt zelfs een deel in Oostenrijk en een deel in Duitsland. Dat klopt helemaal. Ja, met de tweesprong van de rivieren. Ineens weet ik het weer. En historisch is heel interessant. Allerlei mooie verhalen erover. Tjonge. Ja, nou in Duitsland zat die Star Repeaters. Die kun je ook gewoon in de DAC-lijst vinden. In Oostenrijk zijn ze geen fan van D-Star. En de reden daarvan is de volgende. De codec die bij D-Star gebruikt wordt, die is ontwikkeld voor satellietverkeer. En die blijkt bij de reflecties die je in bergachtige gebieden hebt... onder te presteren. Dus daar heb je heel veel last van. En bij de gepimpte vocoder die bij DMR en bij Fusion gebruikt wordt, is dat probleem opgelost. Dus in Oostenrijk zijn ze meteen met DMR begonnen. Hebben ze die daar overgeslagen van PSS Echo. Ah, duidelijk. Ja. Maar ja, dus wat is jouw advies? Porto mee of zeg je van nou dat heeft weinig nut? Ja, het is legaal in Duitsland en volgens mij in Oostenrijk ook. Dus daar is geen twijfel over. Dus waarom niet, zou ik zeggen. Hè? En FM-repeaters zijn er zeker. Maar ongetwijfeld, ik denk dat in heel Duitsland wel D-Star-repeaters ook zijn. Hoor. Maar ik heb daar niet een goed beeld van. Want als je kijkt naar in Nederland, daar zijn dan al wel repeaters over. Maar in België hebben ze toen DMR kwam, al die repeaters hebben gewoon de bijl aan de antennemast gezet. Hè? Die zijn al die repeaters. Nou ja, wat ze gedaan hebben is al die D-Star-repeaters hebben allemaal weggehaald. Hebben ze allemaal DMR-repeaters neergezet. En dat wil ik niet vervelend doen, want ik heb een paar van die repeaters ook geleverd. Dus ik was er niet helemaal rauwig om, maar ze hadden wel een paar D-Star-repeaters mogen laten staan daar hoor, van PSS Echo. Ja, duidelijk. Ja, Sander die zegt al, hij was QRV in Oostenrijk als eerste. Dus ja, daar hebben we weinig aan nu.
maar ik heb even beide handen nodig, want anders is er zo meteen geen app op. Op internet. Als je een nieuwe versie hebt, laat het weten. Dan vervang ik hem gewoon. Hè. Dat is verder geen punt. Dat is echt heel weinig werk. PSS Echo. Is goed, man. Heb je maar een binnen dan, John? Nee, maar iedere keer als ik mijn microfoon indruk, dan loopt dat verder vertraging op. Laat ik gewoon mijn mond houden van PSS Echo. Nou ja, in ieder geval, als je wilt, mag je mij ook de ronde toesturen. Want dit was toch wel een acceptabele ronde, hè. Dus die kan ik zo op de site zetten, John. Dus misschien is dat ook wel een idee om die ook nog even te sturen. Een reminder. Dus dan zet ik hem maar weer op de site. Ja, dat kan. Die van vorige week zat op YouTube, die hele korte. En de weken daarvoor ook allemaal op YouTube. Hè. Maar als het niet helemaal misloopt, dan stuur ik hem je op. Maar ik kan het niet beloven, want ik wil eerst dit doen met die... één ding tegelijk. Eén ding tegelijk. Van PSS Echo. Nou, ik zou zeggen, kijk er eens even naar of die ook bij jou goed werkt. Ik neem aan dat je wel een Android-telefoon hebt, hè? Dus dat moet wel lukken. Als ik doe niks met mijn Android. Ik heb daar maar 6 apps op geïnstalleerd, omdat ik iets tegen smartphones heb. Maar ik heb ook gewoon geen tijd om daar nu naar te... Anders zou ik misschien nog wat doen, maar ik heb geen tijd om daar naar te kijken. Ik moet zo meteen echt verder met werk. Ik ga dit doen. Dat wil zeggen dat ik dat ding download en dat ik hem op internet zet. Ik moet nog een paginaatje maken, maar dat wordt heel braafjes. Maar dat is alles. Waar je dat ding kan downloaden. En de ronde opsturen, maar geen andere dingen, want anders dan wordt het te veel. En ik moet echt zo aan de gang, want ik heb, ik moet inderdaad een hoop administratie doen. Ik moet ook wel dingen naar de accountant toe. En morgen heb ik daar waarschijnlijk weer geen tijd voor. Dus dat moet echt gebeuren. Goed, PSS Echo. Ja, oké, John, ik ga je laten. Ik zou zeggen 73 bedankt voor het leiden van de ronde. En tot de volgende week weer. En ik zet het linkje zo op de chat, als het klaar is. Hartstikke bedankt.